Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik zit hier met twee dikkoppies, twee etters. Jordi hebben we al naar school gebracht. En dat ging allemaal verrassend goed vandaag. En Jordi ging slapend de school in. Hij, op de een of andere manier is de auto een slaapplek of zo, weet ik het. Het kind had gewoon zoiets van, laat we slapend de school ingaan. Nee, prima jongen, doen we. Dus zijn juf die heeft hem naar binnen gereden. Vandaag gaat hij ook niet zwemmen. Want zijn eczeem is ook een beetje, hoe noem je dat? Zijn eczeem is ook een beetje omgeslagen naar, oh god, hoe noem je dat nou? Een schimmeltje. We hadden het een heel eind weg en toen is het teruggekomen. Dus het was de schimmel. Dus dat zijn we ook aan behandelen. Dus ja, dat. En we gaan zien hoe de dag loopt vandaag. We gaan niet veel bijzonders doen in ieder geval. Ik hoef niet naar de winkel, want ik heb alles gewoon in huis. Dus toppie toppie. Fruit maken voor die etters wordt wel steeds makkelijker. Want ze willen de appel gewoon voor het in zulke stukken. En de peer ook. Banaan, dat willen ze nog niet in een groot stuk. Dus het wordt steeds makkelijker om fruit voor ze te maken. Vind ik eigenlijk best wel prettig. Ik heb lunch voor de kinderen gemaakt. Ik heb een kaasje, worstje, komkommetje, geroosterde boterham. En ik had nog poffertjes. Dus de kinderen die zijn lekker aan het smullen. En we gaan zien wat ze allemaal opeten. Ik had nog salade over van gisteren. En ik heb er dit van gemaakt. Ik heb een broodje afgebakken. Kaas. En de salade ertussen. Oh, yummy, yummy, yummy. Oh, ik krijg nou al... Ik ga nu al kwijlen. Wacht. Hij is gewoon uit elkaar gevallen, hè? Kijk. Hoepie. Maar dat maakt niet uit. Het gaat allemaal in één maag. Yum, 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 yum. Ja. In mijn geval een mini maag. Dat maakt niet uit. Ga ik dit opeten? Ik heb geen idee. Ik heb er zin in. Jazeker. Happy. En het is gewoon heel simpel. Dit is gewoon kaas, gewoon jong beleefd kaas. Salade van gisteren. Daarin zat een rode ui, komkommer, tomaat, augurk en feta kaas. En dan is het gewoon de mix van rode kool. Die zoet zuur rode kool. Echt aanrader. Dit soort dingen zijn gewoon mijn comfortfood. Dit soort dingen. Ja. Grote vent opgehaald. Is ook niet helemaal lekker. Maar hij is niet ziek genoeg om thuis te blijven. Om het even heel simpel te zeggen. Hij heeft vandaag enigszins buikpijn gehad op school. En zijn op natuurlijk. Maar dan hebben we deze dikkop. Ja, die ligt daar lekker. En dan hebben we deze dikkop. Ja. Hi. Zit je lekker popcorn te eten? Ja, die zit lekker popcorn te eten. Jordi die kan geen popcorn kauwen. Die filmpje. Ja. Dus dat. Jordi heeft al iets anders gehad. Een eierkoek. Dus dat. Dadelijk moet ik weer aan het eten beginnen. Wat eten we? Ik heb verschillende soorten vlees uit de vriezer gehaald. Dat eten we.
denkertjes. Maar ik weet nog niet of gekookte aardappelen of gewoon aardappeltjes uit de airfryer. Ik weet het nog niet. Daar was ik nog niet uit. Maar ja, dat brengt de spanning met zich mee, hè. Van een moeder. Maar goed. Ja, dat is het hoogtepunt van de dag voor vandaag. Oh, erg eigenlijk. Maar goed, oké, hè. Het is zoals het is. Oma, opa. Oma, opa, nee. Het is weer zover. Meneer moest weer opa, in mijn trui. Opa, auwie. Heb je geen last van je keel zo? Opa, Anja. Ja, opa heeft auwie. Opa heeft namelijk een nieuwe knie. Net voor de kerst. Anja. Maar hij weet nog steeds dat opa auwie daaraan heeft. Nee. Hm? Ja. Opa, mama. Ja. Opa, kijk. Zo zitten we gewoon al een kwartier of zo. Gekkie. Oma, opa, inmiddels is Sammy ook al even wakker. Lukt het? Oma, oma. Nee, oma niet. Dit is toch niet oma? Dit zijn Liam en mama. Oma, opa. Liam. Opa. Liam. Ja. Liam, goed zo. Oma. Jordi. Oma. Jordi. Jordi. Jordi, goed zo. Oma. En Sam. Oma. Sam. Sam. Goed zo, Sam. Ja, Sam zit daar. Goed zo. En Jordi zit daar ook, hè? Mama, ja? Nee. Mama zit met jou samen hier in die trui. Het zit met de dag weer gekker, hè? Dus dat. Een hele goede morgen. Ik heb Jordi en Liam al naar school gebracht. Ik heb mijn stoofpotje al aanstaan. Wat zit daarin? Heel veel champignons, ui, riplap. En daar zit één zo'n zakje in. En dan gaat dit 6 uurtjes opstaan. En er zit wat water in. Dan gaat 6 uurtjes opstaan. En dan kijk ik of er nog meer nodig is van dit. En ja, dat. Komt goed. Weet je wat echt hartstikke leuk is aan Sam? Hij kan zo genieten van eten. Sammy, niet springen. Je hebt je mond vol. Niet springen. Nee. Ja. Wow. Hij kan zo genieten van lekker eten. Hij heeft fruit, hij heeft druifjes, aardbeidjes en framboosjes. Vindt hij hartstikke lekker. Lekker die ongeluk in de tunnel, hè? Ja. Hij kan daar echt zo van genieten. Zo lekker eten. En ja, dat is zo mooi om te zien. Ga je deken pakken? Hier. Ga maar die kant op. Of wil je hier zitten? Joef, ga weg daar. Ah, dat is geweldig om te zien. Hola! Lekker, hè? Ja. Weet je wat hij ook doet? Nou hoort hij ons naar boven komen. En dan denkt hij, ik ga maar gauw in mijn bed liggen. Dus doet hij de deken over zich heen trekken. En dan doe je de deur open en dan hoor je. En dan leg je de deken een beetje aan de kant. En dan zie je zo'n big smile onder die deken uitkomen. Geweldig. Joef, niet doen. Lekker ding. Morgen ga je ook naar school, hè? Joef, niet doen. Ga eens terug. Joef, terug. Ja. Ik heb ondertussen een podcast aanstaan. Ik was even hier bij Sam gaan zitten. Zo dadelijk was aanzetten.
En morgen mag ik mijn bril op gaan halen. Ja! Mijn brillen. Ik heb er twee. Een zonnebril en een gewone. Hachu! 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 Kees, dus met tanden zitten. Kunnen jullie mij dan niet gewoon even melden? Kijk. Hachu! 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 Nou, dat zijn we dus al dik een half uur aan het doen. Maar nu moet ik alles en iedereen klaarmaken. Dus ik en Sam om de Bambix-bende weer compleet te maken. Dus dat gaan we doen. Inmiddels hebben we Jordi en Liam opgehaald. Sam ligt te slapen, die is moe. En kijk. Tada! En hij is lekker. Hij is lekker. Hij is lekker. Dus dat. Ik heb er nog een half zakje extra bij gedaan. Mijn boerenkool stamppot staat op. Ik heb nog kippenballetjes in de vriezer liggen voor de jongens. Die krijgen dat. Met wat jus. En dan kunnen we straks smullen. Niels is inmiddels thuis. Ik heb mijn pyjama aangetrokken. Oh, heerlijk. Ik moet nu heel eventjes pyjama's voor de kinderen gaan verzamelen. En kleding voor morgen pakken. Ondertussen doe ik ook even was opvouwen. En dan ben ik dadelijk alweer een beetje up-to-date met alles. Ik zou morgen mijn bril komen gaan halen. Maar dat gaat een weekje later worden, want ik werd gebeld. Ik heb een zonnebril en een gewone bril op sterkte allebei. En ze hadden voor de gewone bril hadden ze zonnebrilglazen besteld. En voor de zonnebril had ze gewone glazen besteld. Dus zij had zoiets van, hier klopt iets niet. Zij belde me op van, goh, is dit juist? Even ter verificatie voordat ik het erin maak. Ik zeg, nee, dat klopt niet. Dus ze zegt, ja, zegt ze, dan moet ik andere glazen gaan bestellen en dat gaat weer een week duren. Dus ze zegt van, het duurt een weekje langer. Ze zegt, ik ga wel gelijk hier met mijn collega over babbelen, zegt ze, want dit is niet de bedoeling. Dus het is een weekje later. Maar ja, hè. Ik had voor Jordi al mijn ogen moeten laten testen. Dus ja, die week kan er nog wel bij na 6 jaar, denk ik dan. Maar goed, het is natuurlijk vervelend, maar het is zoals het is. Ik ga even was doen en eventjes pyjama's bij elkaar zoeken enzovoort. Dus, en dan gingen de kinderen alweer naar bed. En dan de boel opruimen enzovoort om alles weer klaar te hebben voor morgen. Een hele goede middag. Ik heb vandaag nog niet vlogd. Ik heb vanochtend iedereen naar school gebracht. Daarna ben ik gelijk naar de boodschappenwinkel gegaan. En daarna ben ik gewoon lekker op gaan ruimen en van alles gaan doen. Ik heb vanochtend gewerkt. Ja, om 12 uur ben je naar huis gekomen. Mm-hmm. Toen zijn we samen geluncht. En toen zijn we trapleuning gaan halen. Stijgenbuizen. En nu hebben we Jordi opgehaald. Die is in slaap gepleurd. En dan gaan we zo Sam en Liam ophalen. Hey. We doen het gewoon. We doen het allemaal, hè, papa. Mm-hmm. Een hele goede morgen. Jordi zit op school. Die hebben we naar school toegebracht. En ik heb even wat van zolder afgehaald. Een tijdje terug heeft Inge dit voor ons gemaakt. Dit pakketje. En ik vond het tijd om het naar beneden te halen. Ze kunnen de etters lekker spelen ermee. Ze weten hoe het werkt. Ze hebben dit op schooltje ook. Dus helemaal prima. Ik denk dat we al een half uur verder zijn en hij zit nog steeds te spelen. Sam inmiddels niet meer, maar hij zit nog steeds te spelen. Nou, de rijspeelgoed is weer opgeruimd.
Want ze wilde er niet meer mee spelen. Dus ja, dan hoef ik het ook niet te laten staan. Dat is mijn idee. Dus ik heb even de stofzuiger gepakt. Sam heeft even een treintje gereden met de stofzuiger. En ik heb ondertussen alles opgeruimd. Dus dat. En dan kunnen ze nu weer verder spelen met wat ze willen. Ik heb even lunch gemaakt voor de jongens. Dit is eiersalade met stukjes brood erin. Zodat de smaak goed naar voren komt voor ze. Geroosterde boterham. Een paar cashewnootjes. Komkommer, worstje. Lekker, 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 lekker! Nou dat. Inmiddels hebben wij Jordi opgehaald. Sam wil even slapen. En Liam wilde heel graag iets doen. Dus hij is aan het kleuren. Oh, daar zit geen punt meer aan, schatje. Doe maar neerleggen, andere pakken. Doe maar andere pakken. Ga lekker zitten op de stoel, schatje. Goed zitten. Ga je kleuren? Voor wie ga je kleuren? Voor wie ga je kleuren? Voor papa? Wil je voor papa kleuren? Wil je voor papa maken? Ach ja, hè. Nou is Sammy er niet bij, dus kan hij dat op zijn gemakje doen. Dus ja, zo doen we dat wel vaker. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. Ik heb het echt zo druk gehad gisteravond. Voor de kinderen alle lunch en fruit en dingen allemaal gemaakt. En toen op een gegeven moment hier nog opgeruimd. En toen ben ik nog voor Jordi bezig geweest. Dus ik ben alleen maar bezig geweest gisteravond. Waardoor dat ik dit vergeten ben. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende.